Dan hebben wij vandaag gesproken over de situatie in Libië. Vannacht onze tijd is in de Veiligheidsraad in New York overeenstemming bereikt over resolutie 1973. Resolutie 1973 van de Veiligheidsraad die eigenlijk behelst dat de internationale gemeenschap in niet mis te verstaande termen tegen Gaddafi zegt het geweld tegen de eigen burgerbevolking moet onmiddellijk stoppen. En dat blijft het alleen bij woorden. De resolutie biedt ook een stevige juridische basis voor interventie in Libië om daadwerkelijk een einde te kunnen maken aan het geweld. Nederland is blij met deze resolutie en heeft deze resolutie ook van meet af aan gesteund. Er vindt nu internationaal overleg plaats over de uitvoering van de resolutie. Nederland is daar uiteraard bij betrokken, onder meer in NAVO-verband, nog vandaag de vergadering van de NAR, dat is de Noord-Atlantische Raad, waar onze ambassadeur in vertegenwoordigd is. We hebben vandaag als kabinet besloten om een zogenaamde artikel 100 procedure in werking te zetten. Artikel 100 van de grondwet voorziet erin dat er een ordelijke procedure moet zijn die kan leiden tot eventuele inzet van Nederland in internationale situaties. En dat betekent dat nu in overeenstemming met het toetsingskader dat onder artikel 100 van de grondwet ligt en nu gekeken wordt naar de wenselijkheid en de mogelijkheid voor een bijdrage van Nederland aan de uitvoering van resolutie 1973 van de Veiligheidsraad. De Tweede Kamer zal ook zo snel mogelijk een notificatiebrief worden toegezonden. En zodra het onderzoek daartoe aanleiding geeft, zullen wij de Kamer nader informeren.